En rond welk jaar ongeveer was dat? Dat u uw vrouw leerde kennen? Ja, in 48 zijn we getrouwd, in 47, hè? Ja, in 48 zijn we getrouwd, hè. En kan u nog eens vertellen in wat voor soort muziek dat er gespeeld werd in die danstent? Ja, hoe moet ik zeggen, dat was natuurlijk, laat ik het zeggen, dat het veel meezingers, accordeon, muzet, ja, het muziek wat toen eigenlijk regeerde was dat. Het waren walsen, het was ja, heel anders dan nu natuurlijk. Hè. Ja, want iedereen die gewoon dansen, dat was de hoofdzaak. Hè. En dan moet je de polka over de mazurka, over de tango of wat er ook is. Maar dat werd toen gespeeld en dat was toen in. Ja. Ja. En was het een grote tent? Een hele grote tent, ja. Een hele grote tent, ja, ja. Magnifiek. Met spiegels, alles was vol spiegels, dat was werkelijk, ja. Achteraf heb ik geweten hoe dat in elkaar stak, want ik kende die wereld natuurlijk niet. Maar dat is een heel constructie met spiegels, dat weet ik allemaal. Maar ja, als je dan weet op lange laatst hoe dat in elkaar zit, dan heb je min of meer het gedacht van, ah, zo, ja, ach ja. Maar zo was het met de auto's ook, hè. Dat was weer een ander iets. Dus dat was die gingen lekkers op de vloer, die hadden geen gelijk botsauto's van boven de dingen. Er waren twee klosjes, gelijk je dat noemen, op de grond. En er waren dus spleten tussen. En met klosje het stuur, en daar zat de klosje aan. En dan, die pakte de plus en de min onder op de vloer. En zo vliegen. Op lange laatste weet je dat, maar ja. En dat is een hele wereld op zijn eigen. Want er komt meer kijken dan staat opbouwen. Toen, mijn schoonmoeder die had dan daar, dat was een Nederlandse. En die had daar een goede kijker op, maar die ging dan overal pachten, want we moesten gedurende de hele zomer overal kunnen komen. Dus die plaatsen moeten van tevoren bepaald worden en half afbetaald worden. Dan ging ik met mijn schoonmoeder mee, omdat mijn schoonbroer die moest werken thuis. Mijn schoonvader, waren nog 5 knechten die moesten. En ik kreeg met haar alle dingen af, gemeentes. En het enige wat bijgebleven is dat we naar Sint-Truiden gingen, naar de verpachting. En dat was een kermis van 8 dagen, dat deden we die. Altijd maar 3 dagen, hè? Zondag, maandag en dinsdag of zo. En ze pachten daar, houd die hart vast, met de concurrentie en zij heeft dat gehaald. En ze gaf in die tijd, meneer, 80.000 frank voor 8 dagen. Ja, ik wist niet wat ik hoorde, hè. Ik zeg tegen mijn schoenbroer, zeg eens, apa, dat hoort, zeg ik, ja, die schiet niet dood. Die kent nergens niks van, zei ze. Oh ja, goed. Toen is die kermis gekomen en ik heb dat echt gedaan. Ik wou dat weten, omdat ik weet wat dat kostte. Dat zal ik u nu vertellen. Zaterdag begonnen we. En de 80.000 frank waren stinsdags binnen. De rest was winst. Je kunt dat niet geloven. Je moet dat meemaken. Ja. Als je er niet in zit en je weet niet hoe het zit, dan, ja. Dat zijn echt verhalen. Als je het niet iemand vertelt, niemand gelooft. En toch, dat is mij bijgebleven.